Hallo allemaal. Daar zijn we weer. We zijn er weer. Vlog nummer 13? Of 13, ja. 13. Oké, nou, zoals jullie misschien wel weten, hebben wij in de vorige vlog over een schotel gehad. We hebben gestreamd. Nou, dat wou niet echt. Het beviel ons niet. Wou misschien wel, maar beviel ons niet. Dus we hebben naar Arop geweest. Nou, en we hebben gekozen, ook in samenspraak met Arop Antennebouw, wat voor schotel? Nou, wij hebben gekozen voor de Bente Alden. Dit is een andere als een oyster. Omdat een oyster heb je voor in het zuiden van Portugal heb je minimaal 85 centimeter doorsnee nodig. En wij dachten, Bente Alden, 65 centimeter, komt heel goed uit de reviews. De man zei ook van, nou... ze hebben de laatste tijd heel veel problemen met oyster. En dus hij was ook wel voor Bente Alden. Want iedereen vraagt, je hebt toch zeker wel een oyster genomen? Nou, nee. Wij niet. Ook in samenspraak met hun. Want hun krijgen heel veel schotels terug die weer gerepareerd moeten worden. En met de Bente Alden heb je dat niet. Doet er niet toe, we hebben hiervoor gekozen. En gelijk ook met een skew erop, dat is een GPS, dus je hoeft niet op het dak om die kop nog weer te verstellen of wat dan ook. Het is gewoon klik en play. De schotel gaat automatisch weer naar binnen als je de motor start. Dus dat hebben we gedaan. Nou ja, dat zien jullie in de vlog allemaal wel. Nou. Verder krijgen we heel veel opmerkingen en aanmerkingen over het geluid van onze filmpjes. Nou. Ik doe mijn best om dat een beetje te verbeteren, maar ja, wij zijn hobbyfilmers. We doen het voor de lol, we maken geen professionele films. Dus ja, als het geluidje niet aanstaat dan... Ja, wij zijn en blijven amateurs, want wij zijn niet van die high-tech mensen. En we gaan ook niet echt investeren in andere apparatuur. Hebben we nu al wel een beetje gedaan, maar goed. Hier blijft het dan wel bij, hoor, want het moet wel... Het moet leuk blijven en wij zijn amateurs en we zijn niet zo slim om al die dingetjes te doen. Wij vinden het gewoon leuk om jullie te laten zien hoe wij in ons leven in de camper leven. Waar we zijn en hoe het allemaal gaat. En we merken ook van heel veel andere mensen dat ze het heel leuk vinden. Dus, nou, en voor onze familie en vrienden doen we het natuurlijk. Die zijn ook altijd benieuwd waar we zijn en wat we doen. Dus we blijven er wel mee doorgaan. We hebben ook nog een fles, vond ik ook heel netjes van haar op. Pak jij die even? De fles? Zij pakt even de fles. Nee, we kregen dus een voucher voor twee overnachtingen op een camping in Bakkeveen. En ondertussen hebben hun... Kijk, en deze kregen we na afloop. Nou, hè? Hele fles Berenburger. Nou... Nou, we hopen dat jullie weer veel plezier aan ons filmpje beleven. Dat is de bedoeling. En veel plezier. Nou, dit zijn dus die Schroeswaaier schaap. Die staan dus bekend omdat ze geen bast eten. En daarom worden ze hier in deze boomgaard ingezet. Nou, dat is toch leuk. Heel leuk. Even de huishouding aan het doen. Da da da, hier zijn ze. Oh. Heel mooi. Kijk. Ja, heel mooi hoor. Ik denk dat de maat ook wel goed is eigenlijk. Ja, die zijn heel mooi. Ik ben heel benieuwd.
En de andere. Dan gaan we naar Groningen. Ik sta in de lift. Ik ben onderweg naar Sanne. Ik laat mijn pakjes daar bezorgen. En Sanne is herstellende van corona. Ze heeft corona gekregen, ondanks dat zij volledig is ingeënt, gevaccineerd. Heeft ze dus toch corona gekregen, dus ik mag niet naar binnen. Maar ze is aan thuiswerken. Dus en ze zal mijn pakje buiten leggen, dus ik hou gepaste afstand. En dan zal ze zo de deur al open doen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mijn pakje. Nou, zal ik hem hier maar Ja, zet maar neer. Nou, hè, even weer in levende lijven. Ik denk niet dat ik nog besmet ben hoor. Of besmettelijk. Maar toch maar even op afstand. Veilige afstand, ja. Nou, ik fiets nu naar de Gerrit Krolbrug. Die is er dus al heel lang geleden uitgevaren door een schip. En nu moeten fietsers en bromfietsers moeten hier over de loopbrug. Een beetje lastig zo. Maar je moet dus de trappen op. Loop je zo de brug over. Het is wat. En dat gaat 5 jaar duren of zoiets. En hier ga je naar beneden. Nou, we zijn in Siegerswoude inmiddels en we hebben een cadeaubon voor 2 nachten op de camping. De Waldsang. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja. Oh. Hey hoi. Ja. Ah, we hebben een cadeaubon van Arop. Ja. Ja, we gaan een schotel plaatsen. Morgen. Nou, wij niet, dat laten we doen. Ja, precies. Nee. Nee, oké. Nee, want wij zouden eigenlijk morgen dan dus komen, maar omdat hij nog vrij was. Lopen. We gaan op de fiets. En waar zijn we? Bakkeveen.
we staan hier op de camping in Bakkeveen. Ik kreeg gewoon weer aangeboden van Arop, ja. Antennebouw. We krijgen morgen een schotel op onze campert. En nou, toen zei die man, nou, maar dan kan je gewoon overnachten op de Wildzang, hoe heet het? Nee? Nou, het is Fries. Nou ja, het is in ieder geval op camping in Bakkeveen. Nou, ideaal. Twee nachtjes krijgen we gewoon aangeboden. Dus. Dus ik heb al even de was gedaan, de beddengoed even gewassen. Ik ben niet in beeld. Nee. Ik wel. Nou, we gaan even verder kijken in het dorp. Volgens mij woont hier familie van Henriette. Hele leuke woning. Kijk, nummer 10. Anno 1865. Nou, is dat niet leuk? Hier kan je lekker eten. Ook voor feesten en partijen. Wat een drokte hier. Dat denk ik. Ja, heb je het? Ja. Ze verdwaalden bij morgen. Wij verdwaalden altijd. Oké. Okay. En wij gaan nu zelf lekker naar de sauna in Zevenhuizen met een leenauto. Doei! Dat is hem. Wat ga je nou doen? Daar gaan we toch niet in? Echt waar? Ik dacht in deze. Door. Oh. Nou, zitten wij in zo'n bedrijfsauto? Dat is toch ook wat? Oh, grappig. Nou ja, een beetje reclame maken is ook wel leuk. Nou, wij komen uit de sauna. We zijn dus heerlijk een dagje naar de waterlelie geweest. Daar weer aan. Omdat onze camper dus bij Siegerswoude stond, bij Arop. En wij die malle auto hebben. Zijn wij lekker een dagje naar de sauna geweest. Nou, dat was zalig. Heel goed idee. En het begint alweer te regenen.
Kijk, en daar staat onze beauty weer. Hallo. Was gezellig. Nou ja, dat is hem. Televisie doet het gewoon. We zijn helemaal blij. Leuk hoor. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag de 22e. We vertrekken vandaag weer van deze camping in Bakkeveen. We gaan even weer naar de punt. Leek ons wel leuk. Het is een zeer onstuimige dag vandaag. Maar dat kan de pret niet drukken. Er zit nog wel wat regen en wind aan te komen. De hele camperplek is leeg, zoals jullie zien. En als wij vertrekken, dan is de hele camperplaats leeg. Pootjes omhoog. Zo makkelijk, hè? En daar gaan we. Het zijn van die ribbeltjes. Het voelt heel gek. Ik moet zo'n kaartje hebben om eruit te komen. Oh ja, die ga ik pakken. Hoi allemaal, daar zijn we weer. We staan weer op de punt. En we hebben de camper nu neergezet op een verhard plekje. Is beter voor de grond van de camping, want anders zakken we nogal weg, want we zijn natuurlijk hartstikke zwaar. En nou, dat bevalt ons ook wel. De camper wordt ook niet zo smerig. Hartstikke mooi. We blijven hier even een paar dagen en dan zien we wel verder. Ik ben dit ding. Omdat het zo vreselijk slecht weer is. Ja, nu zie je dat niet, want de zon schijnt gewoon. Af en toe dan spoelt het van de regen. En je moet er soms ook wel eens uit en dan wordt alles nat. En toen was er een buurman die zei tegen Erwin: nou, dan moet je je kleedje eventjes feunen. Dus, dan pakt Erwin een feun en dan gaat hij het kleedje feunen.